zegt Jack. Heb jij wel eens een geleend cd'tje gekopieerd? Wie? Ik? Nee, nooit. Iets gedownload? Nee, tuurlijk niet. Film van de televisie opgenomen? Nee, dat mag toch helemaal niet? Nou, de wetgever, de overheid, heeft ooit besloten in ruil voor een vergoeding voor makers en uitvoerend kunstenaars, wij dus, het kopiëren voor eigen gebruik toe te staan. Oh, het mag wel? Ja. En zoveel als je maar wilt. Ja, dat zegt hij toch. Ze krijgen daar een vergoeding voor. Via Norma, Lira, VFAM en andere rechtenorganisaties. Betaald uit een kleine toeslag op beeld- en geluidsdragers. Geïncasseerd door Stichting De Thuiskopie. Nou, dat is heel goed geregeld dus. Ja, maar de regering wil daarvan af. Die wil een downloadverbod in plaats van de thuiskopievergoeding. Hoezo? Ja, die acteurs verdienen al meer dan genoeg. Die hebben het helemaal niet nodig. Het is hier geen Hollywood. Voor acteurs, muzici, regisseurs en schrijvers in ons land is thuiskopie een belangrijke bron van inkomsten. Trouwens, als we afschaffen zijn we meteen af van al die rechterorganisaties die over de uitbetaling gaan. Maar dat zijn toch een stelletje zakkenvullers. Toch? Nou, die doen al jarenlang onder overheidstoezicht goed werk. Er is in de afgelopen 20 jaar ruim 300 miljoen euro verdeeld onder binnenlandse en buitenlandse rechthebbenden. Die organisaties worden bovendien bestuurd door de rechthebbenden zelf. Maar iedereen downloadt tegenwoordig toch rechtstreeks van het internet. Nou, dat is dus niet waar. Uit onderzoek blijkt dat bij een iPod 50% en bij een harddisk recorder bijna 80% niet van internet wordt gekopieerd. Daarom blijft een thuiskopiestelsel belangrijk. Een modern stelsel met dragers van vandaag en de toekomst. Zoals iPods, harddisk recorders, set-topboxen, smartphones, externe harde schijven. Ja, en de eenvoudige consument, die is zeker weer de dupe. Zien we je denken. We hebben het over minieme bedragen. Bijvoorbeeld 3 euro bij de aanschaf van een iPod. In andere Europese landen kennen ze die heffing al lang. En dan zijn die apparaten echt niet duurder geworden. Misschien moeten we het downloaden maar helemaal verbieden. Ja, dan krijgt de downloadpolitie het wel heel druk met het handhaven van dat verbod. Dat kost ook geld. En volgens de Consumentenbond zijn bijna alle consumenten tegen een downloadverbod. Ook zij zien liever een thuiskopievergoeding. Hoe zit het dan met nieuwe businessmodellen zoals iTunes en Spotify, waar de regering zo heilig in gelooft? Ja, maar dat is alleen maar goed voor producenten. Acteurs, muzici, regisseurs, schrijvers, die zien daar helemaal niks van terug. De thuiskopieregeling zorgt voor een eerlijke vergoeding voor het gebruik van het werk van acteurs, muzici, schrijvers en regisseurs. Die regeling moet gemoderniseerd worden. Maar niet afgeschaft. De heffing op blanco-dragers moet blijven bestaan. En uitgebreid worden naar nieuwe dragers. De heffing wordt zo gespreid over alle dragers. En voor een pakketje dvd's betaal je dan een paar cent. En voor een harddisk recorder bijvoorbeeld nooit meer dan een paar euro. Zodat iedereen legaal voor eigen gebruik een kopietje kan blijven maken. En makers op een redelijke vergoeding kunnen rekenen. Eerlijk toch? Dat vind ik wel. Ik ook. Ik ook. Ik ook. Ik ook. Ja, ik ook. Ik ook. Ik ook. Ik ook. Ik ook. Ik ook. En ik ook. Ik ook. Ja, ik ook. Ik ook. Dus ik ook. Ik ook. Ja, ik ook. Ik ook. Ik ook. Ik ook. En ik ook. Ik ook. Ik ook. Ik ook. En ik ook.